Goedemorgen, het is vandaag woensdag 25 februari. En het is een beetje druk hier. Het zonnetje komt er doorheen. Ik denk van nou, die gaan we even als eerste pakken vandaag. Maar er zijn hier zoveel mensen dat je ook meteen weet dat het krokusvakantie is. Dat is niet vanwege de drukte, maar dat is ook vanwege de taal. Je hoort hier echt alleen maar Nederlanders praten. Nou goed, ik ben weer eens op weg naar Elmau en wellicht ook nog wel Going. Nou, we staan hier weer bij het treintje van Elmau uiteraard. Nou, jullie zien het trekt helemaal dicht. Er sneeuwt alweer een tijdje. Je ziet geen hand voor oog. Laat staan dat je heuveltjes of diepte op de piste ziet. Maar we slaan ons er wel doorheen. Ik sta in Elmau. Bij de Schmidt-Allemlift. En ook hier, niet alleen van deze lift, maar zeker de piste, kun je zeggen dat dit ook het best bewaarde geheim is van Elmau. Het is hier altijd ontzettend rustig. Heel toevallig zie je daar dus nu net twee mensen naar boven komen. Maar je ziet dus dat de lift heel rustig is. Maar die piste is echt geweldig om te doen. Maar ja, de meeste mensen hebben een hekel aan een sleeplift. Terwijl die piste zo mooi is. Kijk eens eventjes hoe rustig het is op deze piste. Het is boven bij de Hartkaiserbaan verschrikkelijk druk. Enorme mensenmenigte. En dan kom je hier. En hier komt gewoon bijna niemand. Dus ook einde van de dag is dit een toppiste om te nemen. Geen heuvels. Weinig ijs. Ik ben nog steeds in Elmau. Waar ik een volgende sleeplift op ga zoeken. Nou, die zie je niet hier. Frans, die zie je hier niet voor me. Maar dan moet je dus naartoe skiën. En de meesten slaan die ook over. Terwijl het twee ontzettende leuke pistes zijn. Nou, de ene die begint hier. Dan ga je naar links toe. En een stukje hoger kun je eigenlijk de sleeplift die kun je kruisen. En daar heb je ook een afdaling. En hoe heet die lift? Die lift die heet de Ramhart Lift. En ook daar is het altijd rustig, hoe druk het ook is in het gebied. Niemand neemt hem, dus de pistes liggen er altijd geweldig bij. Nou, hier is dan de Ramhart Lift. De piste die ik net niet genomen heb, die komt daar uit dat bos. En waar ik wel vandaan ben gekomen, dat is deze kant. En uiteraard zie je hier niemand skiën, terwijl het hier echt alleen maar sneeuw is en geen ijs. En ik ben weer op de terugweg richting Brieksen. Ik sta nog een stukje van Elmau. Hier beneden heb je de Tans Bodenbaan en die brengt me terug naar Schefau. Mocht je nou naar Schefau terug willen gaan, naar het dal, daar hoef ik dus nu niet heen en je raakt in tijdnood. Je kan hier achter het liften niet meer nemen. Dan schaats je gewoon een stukje boven de lift uit. Daar heb je een oranje hek. En aan de rechterkant, daar zie je dan ook een pad. En als je dat pad daar ingaat, dan kun je in één keer doorskiën naar het dal van Schefau. Weer terug in Brieksen-Mutale op de Holzalm. Tot vorig jaar liep hier nog een sleeplift. Die is nu weg. En een klein tipje. Iedereen skiet aan die kant en daar ontstaan ook de bulten. Maar ga je aan deze kant naar beneden, is alles nog vlak. Alles nog eigenlijk geprepareerd zoals het vanochtend was. En kun je heerlijk skiën. Nou, ik ga weer naar beneden. Het is einde van de dag. En ik zeg maar weer, de groeten.